Als we hier naar boven kijken, dan zien we eigenlijk al dat de schaduw van de aarde al een hele mooie hap eruit heeft genomen. En dat hij ook al een heel klein beetje rood aan het kleuren is. Dus so far so good. En wat er bij een maansverduistering gebeurt, is dat de maan door de schaduw van de aarde heen beweegt. En dan zien we hem vanaf de aarde zien we hem donker worden en uiteindelijk weer verschijnen. Het is altijd een hele grote vraag hoe rood de maan precies wordt. Er zijn maansverduisteringen die ontzettend rood zijn. En er zijn maansverduisteringen die eigenlijk bijna geen kleur hebben. En de rode kleur, als je een tijdje naar kijkt, die kan je echt heel erg mooi zien. Het is een beetje oranjeachtig rood geworden. En dat heeft te maken met de atmosfeer van de aarde. We hebben natuurlijk een luchtlaag om onze aarde heen zitten die we inademen. Dat is onze eigen atmosfeer. Maar die heeft ook een heel bijzonder effect. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat we bij een zonsondergang hebben. Daar zie je op een gegeven moment dat de lucht heel mooi rood kleurt. En datzelfde effect zorgt ervoor dat het zonlicht wat hier over de aarde heen komt, door de lucht heen valt. Uiteindelijk een heel klein beetje hier zo de schaduw van de aarde instraalt. Ik ben hier speciaal gekomen voor de bloedmaan. Speciaal dit punt, dan kan je een mooi overzicht over Amsterdam. Maansverduisteringen zijn niet extreem zeldzaam, maar deze hele mooie die zijn echt wel een gemiste kans als je niet gekeken hebt. Vooral omdat de volgende die er in Nederland zichtbaar zijn niet zo mooi totaal zijn als degene die we vanavond hebben gezien.